Hey iedereen, vandaag ga ik jullie terug 2 dagen meenemen. Het wordt dus terug een weekendvlog. Ik had gemerkt dat jullie dat wel tof vonden. En vandaag ga ik terug foto's nemen aan 2 kastelen in Bornem. Dus dat is een uurtje hier vandaan. Dus dat is mijn outfit. Dit jasje heb ik gisteren binnengekregen. Ik zal de webshop hieronder linken. Een roos hemdje gewoon. Kettingje. En mijn favoriete oorbelletjes. En zo'n lichte jeans heb ik eronder. En natuurlijk nog mijn koffertje heb ik mee. En dan heb ik ook nog een verrassing voor een vriendin. Want die heeft haar appartement dat ze wou en ze heeft het. Dus ik heb kinderchampagne voor haar en hapjes enzovoort. Dus ja, ik ben super blij voor haar dat ze haar droomappartement heeft. Dus wat had dat als grapje eigenlijk gezegd van... Als je het hebt, is champagne, maar wel kinderchampagne. Want we drinken al weg in een alcohol. En ik heb dat gekocht en ze weet het niet. Dus dat wordt zeker en vast wel leuk. Hier zit alles in voor de verrassing voor straks. We hebben zelfs zo speciale eclairs in Valentijnseditie. Hapjes. En hier de kinderchampagne. En nog leuke donuts. Ik dacht dat is wel leuk voor een foto en voor daarna op date natuurlijk. En nog een leuk kaartje erbij. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan gaan vinden. Lekker? Super lekker. We zijn op onze eerste locatie en het is echt een mooi kasteel. Kijk daar. De camera lijkt al zo klein. Wel mooi, hè? Dat is heel mooi. Ja. Het ligt hier nog vol met sneeuw ook. We vallen bijna op ons gezicht. Ja, het is echt glad. Amai. Ja, we zijn nu in de stad van Bornem en we zijn hier foto's aan het nemen. We gingen naar het park. Nee, geen park, kasteel. Ja, kasteel. Kasteel Marnix, maar we konden daar niet op gaan, want dat was privé domein. En nu gaan we een keer naar de winkeltjes hier kijken. Zo, ondertussen ben ik ook thuis. Het was echt een hele toffe dag met vol hele leuke en mooie plekjes. Die ik heb mogen fotograferen, mooie wandelroutes. Ik vond het wel een beetje jammer dat we het laatste kasteel niet konden bereiken, doordat het eigenlijk privé-eigendom was. Dat hebben we niet kunnen zien, maar normaal gezien volgende keer gaat dat wel lukken, omdat in de zomer mogen we dus wel gaan, dan is het wel toegankelijk. Dus dat zal dus de volgende uitstap daarnaartoe zijn. Natuurlijk gaan we nog andere uitstapjes doen voor de zomer. Maar ja, ik vond het echt heel tof. Een leuke dag. En het was ook supergoed weer eigenlijk vandaag. Het was een mooie, heldere lucht. Mensen gaan denken als ik die foto's ga posten dat dat bewerkt is of zo, die lucht. Want het, is echt, het ziet er precies uit alsof dat niet echt is. Maar het is dus wel echt... Ik heb even mijn cozy trui aangetrokken over mijn... kleedje. En wat staat er nu nog op de planning? Opruimen. Want mijn koffer vol met kleren moet nog worden leeggemaakt. Dus ga ik hier achter mijn kast hangen. Dan ga ik deze make-up verwijderen. En dan nog wat Netflix kijken. En dan weer slapen. Morgen zondag. Morgen Valentijn. Niet zoveel speciaal gepland eigenlijk. Een beetje achter de schermen werken ga ik doen. Instagram foto's bewerken. Video bewerken. Nog wat opruimen, voorbereiden voor maandag, nieuwe werkdag. Ik moet nog iets doen voor mijn werk morgen, dat mag ik echt niet vergeten. Nog een verslagje maken voor, op mijn werk, dus dat ga ik morgen ook doen. Dus voilà, dat was de zaterdag alweer. En dan zie ik jullie morgen terug. Hey iedereen, vandaag zijn we zondag 14 februari, dat betekent Valentijn. Jullie zien het alvast aan mijn blouse dat ik heb aangedaan. Van Shein. Het is wel met korte mouwen, dus ik ga hierover wel nog een jasje of zo aan doen. Ik heb me net opgemaakt met een palet van Huda Beauty, het Nude Light paletje. Dat is dit paletje met hele mooie kleurtjes. Ik was zo'n beetje Valentijnachtig, maar uiteindelijk is het zo'n beetje ja, wat bruin tinten geworden. Maar dat zijn dus met deze kleurtjes. Zoals je ziet heb ik dat echt al goed gebruikt. Wat staat er vandaag op de planning? Met mijn auto onder de carwash gaan, want het is echt heel slecht weer geweest deze week. Sneeuw, ijzel, aanvriezen en zo aan mijn auto. Dus dat was echt, allee, dat is echt nodig.
Dus dat ga ik nu doen. En dan ga ik hem nog een beetje stofzuigen, denk ik. En dan ga ik ook foto's maken voor de Valentijnsfunactie. En die foto's ga ik dan ook meteen bewerken en online zetten. Dus ik vind het echt een heel leuk pakketje. Ik zal het jullie subiet ook een keer laten zien wat ik weggeef. Ondertussen is denk ik wel de winactie al verlopen als jullie deze vlog zien. Maar ik denk het wel. Dus dat ga ik nu doen. En daarna moet ik nog wat dingetjes doen voor mijn werk. Alle dingetjes, eigenlijk maar één ding. En wat achter de schermen werken. Dus een normale zondag eigenlijk voor mij. Zo, hij komt van de car wash. Zie ik er goed dat hij blinkt, zie. Oké, nu is het tijd voor mijn Valentijns winactie te doen. Ik doe dat altijd op zo'n wit tafeltje. Dat is eigenlijk van IKEA. Allee, het is eigenlijk een tafeltje, maar jullie zien juist dit witte vlak. Maar daar zet ik dus mijn spulletjes op voor de winactie. Dat heb ik gekocht voor de winactie. Zo'n mandje, een handdoekje, washandje. Dat leg ik dus hier mooi onder, maar dat ga ik ze biet doen. Labello, allemaal in het thema Valentijn. Chocolade, handshell. Deze pepermolen in het rood. Hartjes, snoepjes. Deze Airwick geurstokjes. Droog shampoo in thema, douchegel, kaarsjes, chocola. En dat is het eigenlijk, maar ik denk dat dat wel een heel leuk pakketje is om weg te geven. Het is eigenlijk een beetje gericht naar zowel koppels als ook singles, want ik ben single. En ik vind dat wel een leuk pakketje om aan iemand te geven. Dus ja, om iemand extra te verwennen op Valentijn. En ja, de winactie verloopt eigenlijk pas volgende week. Maar ik dacht, dat is wel leuk om straks te delen. Ik doe dat altijd rond de middag. Dat is wel tof, denk ik. En ja, nu ga ik hierop foto's maken. En dan laat ik jullie het resultaat ook wel even zien. En zo ziet het eruit. Nu ga ik het op foto zetten. En dan komt het zobiet online op Instagram. Vorige week had ik een winactie gedaan met Lush en ik ga nu het pakketje verpakken en klaarzetten voor een verzending naar de winnares. Ik heb er ook nog wat extraatjes bij gedaan, twee maskertjes en een douchegel en dan zo nog wat vroezels erover. En aan mijn bureau ligt alles voor in te pakken normaal gezien, tape. Ja, hier ligt de tape klaar. En ik ga ook nog een kaartje erbij nemen om in de doos te steken, dus kaartjes. Hier kijken naar een leuk kaartje. Kijk, dat zijn allemaal hele leuke. Allee, dat zijn niet echt kaartjes. Maar ik gebruik dat dus om een leuk tekstje nog op te schrijven en zo dan te verpakken. Tijd voor chocolademelk te drinken en lekkere pannenkoeken. Ondertussen heb ik mijn Valentijns outfitje al ingeruild voor een relaxtere outfit. Want ja, het is tenslotte toch wel zondag. En ik heb ook eventjes Netflix opgezet. Ik kijk momenteel naar de serie Bling Empire. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, want dat is echt een hele leuke serie. Ja, ik zal zeggen, kijk er zelf ook eens naar. Het is echt heel tof. Ik kreeg trouwens vorige week ook nog deze Masha planner binnen van Joss V. Dat is echt een hele mooie planner en het is limit edition. Ik heb hem nog niet eens uit het plastiek gehaald. Ik heb er eigenlijk nog geen tijd voor gehad. Dus ik dacht dat het nu wel een leuk moment zou zijn om dat te doen. Ondertussen zijn ze ook allemaal al uitverkocht. Ik denk na een paar dagen of zo dan ze waren uitverkocht. Het ziet er echt heel mooi uit. En die andere planner van mij, die was juist volgeschreven. Dus dat is ideaal. Kijk hoe mooie details. Echt heel mooi. Het is nu wel al wat donker buiten, dus niet zo ideaal om nog te filmen. Maar ik wil het jullie toch nog graag even laten zien. We gaan hem eens open doen. Oh, echt heel mooi. Echt zo met woordjes. Hier zit ook van alles in. Kaartjes, denk ik. En die kennen we wel. De rastertjes. Hier schrijf ik meestal op wat ik ga doen in die week. En dan hier de weken. Ik hoop dat jullie toch een beetje een goede indruk hebben. En hier zitten dan nog stickertjes in. Echt heel leuk om te plannen, om zo een week te plannen eigenlijk. Oh, ik kijk er echt al naar uit om
hiermee mijn week te plannen. Heel erg leuk. Mooi. Ik ben echt blij dat ik deze heb. Dat ik deze nog heb kunnen kopen. Het laatste wat ik nog ga doen vandaag is mijn video voor woensdag bewerken. Ik bewerk mijn video's in Filmora, want veel mensen vragen hier wel achter. De video die online komt is dus mijn week in outfits. Dus dat ga ik nu bewerken. Ik dacht dat dat wel eens leuk zou zijn om te zien wat ik elke dag zo aandoe om naar mijn werk te gaan. Wat ik in het weekend aandoe. Dus dat ga ik nu bewerken. Alle beelden zijn geïmporteerd. Dus het bewerken kan beginnen. Ik zet ook even de tv uit. Ja, jullie zien niet, dat is hier donker. Want de tv staat dus uit, omdat ik me anders niet kan concentreren. Ik ben ook alleen thuis, dus dat is ideaal om dan nog een video te bewerken. En ik moet zeggen, heel veel ga ik vandaag niet meer doen, vanavond niet meer doen. Ik dacht misschien nog een maskertje te doen, maar ik weet het eigenlijk niet zo goed of ik dat wel ga doen. Of ik nog tijd voor heb, want ik zou graag nog een video bewerken, maar ik weet niet dat dat nog gaat lukken. En dat is het eigenlijk zo'n beetje. Ja, ik weet het nog niet zo goed of ik nog een masker ga doen of ik mijn tijd nog ga spenderen aan een video. Omdat ik volgend weekend een redelijk volzet weekend heb en dat ik dan daarvoor geen tijd ga hebben, denk ik. Dus dan moet ik het in de avond doen. Dat kan ik ook wel doen. Maar dus ik ga ook hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke weekendvlog vonden. Ik vond het alvast heel tof om jullie eens mee te nemen. Het was... nu niet zo lang geleden eigenlijk, dus ik denk dat ik dat wel meer ga doen. Als jullie deze video tof vonden, doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende video, dag!